mensen schallen, een rap talent. Net een grote, net een grote. Een hele liedje en sinappen, dat is blote. Ja! Oké. Oké, dames en heren, ik wil een heel erg applaus voor het reptalent van Jip Squaller. Poorten! Dat is samen de rep, man. Oké, Poorten, doe die rep. Yeah! Yeah! Ik heb een beetje erin. Oké, dames en heren, sinds Poorten! Zo'n man die kan rappen, hij is misschien, hij giet het net op scheppen. De beweging, ja, die zit er heel goed in. En op deze stakingsdijn, meesken, is het te lang in dat hij een dier hebt. Het is heel vet, want hij presteert, meesken, te zeker net verkeerd. Hij is je handje erbij en een beetje gek van een beetje hip-hop, meesken, hier in Friesland, hij te lang. Tja, we nog het za. Woorden is een heel rustige rappetje, bla bla. We nog wat verwerking en dat gaat de autillen. Is dat met chillen, no? Lekker staken, meisje, no? Dus sis, oh! Sis, oh! Oh, 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 oh! Dat is een beetje ingewikkeld, hè? Wij willen nog meer onhebben, het meeste. Wij even snel, wij willen nog meer onhebben. Onyx, oké, Onyx van deze kant. Even gewoon. Tijd blijven, waar maak ik gewoon? Sipje, staken. Niks van. Dames en heren. Allemaal een keer mee naar mijn schreeuw. Doei! Yeah! En applaus van reptalent van de Squaller Poorten! En box! Yeah! Zet op het zaal. Oké, deze nog een keer. Staak en dat is heel bijzonder wat hier gebeurt. Ik zou sinds een keer niet van alle workshops en alle speciale dingen die jullie hebben hier. En ja. Geluid ging niet goed, jongens. Kom nog maar een keer. Hoe kun je talenten het best ontwikkelen? Talenten? Zijn nou alle dingen die je zou kunnen, hè, of die je moet leren. Die kun je het best ontwikkelen door in, als je mij vraagt, in kleinere klassen. Met goed onderwijzend personeel. Een klas van ongeveer 15 leerlingen. En dat je de school heel veel mogelijkheden geeft, behalve rekenen, taal, lezen, ook creativiteit, zoals jullie hier heel veel doen, mee te geven, zodat kinderen, als jullie straks naar het voortgezet onderwijs gaan, al heel veel van jezelf weet, zodat je later ook het beste beroep wat bij je past kan kiezen. Wie wil iets horen? Wat moeten kinderen op school vooral leren? Wat je vooral moet leren, is behalve. En dat je dat je elkaar kan helpen in de klas. Dat soort dingen moet je vooral leren. En daarnaast moet je natuurlijk goed kunnen lezen, goed kunnen spreken. Het zijn zaken die je later heel erg nodig hebt als je in een vak komt als verkoper. Timmerman, loodgieter, maakt niet uit. Je moet altijd goed kunnen zeggen wat je vindt en je moet daarnaast goed kunnen rekenen, want anders dan, krijg je schulden, geef je veel meer uit dan je binnenkrijgt. Dat gaat ook niet goed. En zullen we dan meer zijn? Andere talen spreken. Wat moet een goede leerkracht volgens u kunnen? Een goede leerkracht? Die moet je, als je vervelend bent, corrigeren.
Want als jij vervelend bent, heb je de hele groep daar last van. En dan krijg je gewoon niet goed genoeg onderwijs, dus dat moet kunnen. En een goede leraar moet ook wel het beste uit je halen. Dat je op een gegeven moment denkt van, hé, doordat ik vanmiddag deze zomer zo heb gemaakt, begrijp ik daarna gewoon heel veel meer van rekenen of wiskunde of dat soort dingen. En een goede leraar moet je de liefde voor een vak kunnen bijbrengen. Dat als jullie lezen hebben of taal of zo, dat je daarvan gaat houden. En dat je ook vanuit jezelf boeken gaat lezen. Of met je ouders naar toneel gaat of zulke dingen. Ja. Ik heb natuurlijk ook een andere vraag. Wat vind jij een goede leraar? Wat vindt u van deze thema van deze stakingsdag? Ik vind het eigenlijk een soort van een hele stout thema, vind ik het. Je staakt omdat je er hartstikke tegen bent dat er miljoenen op het onderwijs bezuinigd gaan worden. En het zijn dan juist de zaken die jullie vandaag allemaal doen. Die dan, als die miljoenen uitgewerkt zijn, je minder leerkrachten hebt, grotere klassen. Waardoor je gewoon in zo'n klas dit soort activiteiten niet meer kan doen. Dus talentactiviteiten. Dus eigenlijk is het een beetje stout. Zo van, goed, je hebt heel veel soorten scholen, hè? Het speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs. De basisschool, die zit er voor mij uit, dat je in de drietalig onderwijs, sowieso, die heb ik ook heel erg op Friesland gericht, hè? Ik zie de basisschool als de plek waar een leerkracht, met ook daarnaast leerkrachtassistenten, vele vakken op school geeft bij jongeren. Op al die dingen waar ze nog een beetje op bijgestuurd moeten worden. Sommige kinderen komen bijvoorbeeld ook uit een ander land, hè, waardoor je extra taal en zo moet hebben. Dus waar je in een klas een soort van basis hebt, waar je leert rekenen, taal, aardrijkskunde, al dat soort vakken hebt. En daarnaast ook een aantal uren in de week, mogelijkheden hebt met en zonder leerkrachtassistenten die talenten zeg maar verder ontwikkelen, waardoor je ook persoonlijke aandacht kan krijgen. En ik denk dat er heel veel meer gebeurt, dat de leerkracht je helpt om dat goed te kunnen bedienen, dat je ook wel heel veel dingen, als je dat zelf ook gaat kunnen, dat je dat dan ook zelf kan. Dus minder boekjes en meer internet en zo. Wat ik je helpt. Moet ik vragen? Dat weet ik eigenlijk niet. Oké. Meestal komt het ook later. Ik had nooit gedacht dat ik in de politiek zou gaan. Tot op een gegeven moment iemand vroeg van, wil jij in de... Maar de politiek is wel de plek waar de besluiten vallen, hè? Dat zie je nu. Als deze school geen geld meer heeft, of te weinig geld heeft, hebben jullie daar allemaal last van. Ja. En dat is dan wel de schuld van de politiek. Dus als je goede politiek wil, moet je er zelf in gestapt. Wat zei je? Zal ik jou helpen met een rondje? Nee, met alles zo? Ik geef het weer. Ik heb nog een rondje. Ik heb 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 een rondje.
Bijna. Kijk, als je hier opzet. Ja, zeker. Ja, met streepjes om. Dan moet je het strikken. Zo, ik heb twee handjes. En dan dat daar weer omheen. Dat knip je uit en dan knip je deze knipjes in. Dus deze buitenste handje knip je dan uit. Want dan kun je het later om het ruimte heen schouwen. Je dan die kijk, zoals hij het doet, en dan nog een rondje daarmee tekenen. Met grote rondje knip je uit. Ja. Ja. Hè? Omdat het dan, dus dat er in de vouwen. Dus heb je wat bij wil je? Roos? Licht roos. Zo. Zie je het? Is dit het goede beroep? Voor mij? Ja? Veel te laat. Ja, wie weet, ik vind het wel leuk. Wat maak je hier nou? Ik maak hier shakertjes, een soort muziekinstrument. Is hier nog een papier waar? Zoals dat, maar dan van mij volgens mij. Pak maar wat je nodig hebt. Dat is toch zangeres? Ja, dat ben ik ook, maar dit is ook muziek. En ik vond kunstel altijd heel leuk op school. Dus ik dacht, nou, ik ga dat gewoon met de klas verzinnen. Maar het gaat allemaal heel snel. Ik heb een kwartier per groep. Dus het is een beetje warm. Maar ik heb gelukkig een hele fijne assistente, Maaike, want alleen had ik het nooit gekund. Dus ik wou eigenlijk ook nog een liedje met zingen, dat ze dan mee kunnen shaken, maar dat lukt gewoon niet. Misschien aan het eind, als iedereen klaar is, dan het is een beetje naar het, hoe zeg je dat? Iedereen shaken? Ja, het gaat om het shake it baby, dat ze kunnen vergeten dat er een bezuiniging komt. Dat moeten ze shaken. Daar gaat het om, dat is het idee. Dat is een muzikantengrapje. Ik vind het heel leuk. En dit is die school? Ja, dit was mijn school en daarom kon ik geen nee zeggen. Wat zei het? Dan kon ik geen nee zeggen natuurlijk. Ik zal even naar door hoor. Ja. Want hebben mensen nog uit de scheld hier op school. Ja, ik heb nog een. En jij bent al heel erg. Ja. Maar wat voor feske wordt het dan? Met wel roze, sorry. Wat voor feske wordt het dan? Wat voor vestje? Ja, shake it baby. Oh, dat ze het kunnen shaken, maar zo heet het instrument, een shaker. En dat is een beetje het idee. En wat zing je daar dan bij? Nou, we hadden gewoon wat leuks. Gewoon zingen. Kijk, als ik mijn schaar even zoet. De shaker. Ja, ik heb net schaar. Oh, dan heb je een schaar. En meer een doen als je dat gaat zingen? Wacht even, ik zie er niet uit. Jawel, als je het vergelijkt met ons altijd. Wat is, vroeg je ook weer? Wat jongs van haast met de band? Nou, ik wou een Juste snaar even erin knallen. En dan dat ze met z'n allen met mij gaan spelen. Dat was het uiteindelijk idee, maar dat gaan we gewoon niet halen. Want we hebben maar een kwartiertje per groep. Lukt het? Maar een vocaal voorbeeld zit er niet in. Nee. Oh, de bel! Zeef bij de bel! Ik moet door, jongens. Een kwartiertje, dat is wel te kort. Meenemen. Heb je wel een wijstje? Nee, oh, bijna. Niet veel, want het shake je niet meer. Oh, rijst toch? Ja, zeker. Ja, zeker. Zeker weten. Maaike? Ja? Wat jongs stoor je bij, Azen? Hetzelfde liedje als Mirjam. Ik zing het met Mirjam. Dat is de juiste snaar. En dan met de shaker. Wat is het? Ik heb het voor jou eens aan. Kijk, je kan hier ook nog een mooi plakje omheen doen als je dat met zwart. Daar zie je ook. Leuke knop. Ja. Te lef. Daar ligt hij van ons op de grond. Waar is de reis? Gewoon leuk met knutselen. Ik vond knutselen leuk vroeger. Ja. Vind je het leuk? Ja, maar we hebben wel een idee. Dit is een mooi idee, hè? Jawel, hè? Oh. Ik vind het leuk. Ja, wat zeg je? Super poepelig. Ja, dat doe ik het voor. Ga even Nou, gaan we even. Is dit een
Zien, wat doet hij? Zou dat meisje daar bang voor zijn? Nee. Wat denk je? Nee. Denk je dat dan? Als hij zo klein is. Ik denk dat hij... Hij heeft verhit, mislukt, denkt de kleine krokodil. Moet je nou eens zien, dat zou toch anders gaan, hè? Dat had hij anders in zijn hoofd. Hij heeft opeens... Nou, moesten papa en mama eens kijken. Die kijken ook heel tevreden, want dat willen ze ook graag, hè, dat die bananen eet. En wat zegt hij erachteraan? Ik moet heel groot worden, zodat ik een kindje kan eten. Dus, wat is hij nog wel van plan als hij later groot is? Nou, uit. Het boekje was uit. Het was wel spannend, hè? Ja. Ja, ja, ik zou wel een kindje lusten. Ja, hè? Ja. Nou, wie is de beste? Die. Ik. Ja, ben je de boppers de beste? Bijna. Yay! Ik heb de meeste. Zie, dit is mij. Ik heb de meeste. Ah, niet één. Ik heb de meeste. Ah, nog nee. Ik heb de meeste. Dat is jouw knuffel. Die er onder ligt. Mag ik mij hier alsjeblieft? Nee. Nee. Wij mogen niet met die. Thank you.
Ja, kijk, je moet een waterglijbaan, een lift. Je moet op huisje komen, een waterhuisje. Zal ik kijken? Schoppen!